Nadat Kim Kardashian in februari de scheiding aanvroeg van haar man Kanye West, heeft de zanger nu officieel gereageerd. Hij stemt in met haar wens om gedeeld voogdijschap te behouden over hun vier kinderen North, 7, Cent, 5, Chicago, 3, en Psalm, 1. Ook gaat hij ermee akkoord om geen alimentatie aan elkaar te betalen. Dit meldt Page Six. Tekst gaat verder onder advertentie: Kim en Kanye zijn beide miljardair en hebben elkaars geld niet nodig. West bedong ook dat beide partijen verantwoordelijk zijn voor de door hen te maken juridische kosten, iets wat ook geen probleem zal vormen gezien hun riante banksaldo's. De verdere afhandeling over hun bezittingen zal de komende maanden worden afgerond. Volgens bronnen is Kanye in de afgelopen weken tot zichzelf gekomen, waardoor het contact tussen hem en Kim verbeterd is. De rapper zou eerder zijn telefoonnummer veranderd hebben en Kim hebben gezegd alleen contact met hem te zoeken via zijn beveiligers. Ook wilde hij dat ze niet thuis zou zijn wanneer hij de kinderen bezocht. Buzzeletsblok, ADS.